Heel veel mensen hebben die Zeppelin hier boven Rotterdam zien hangen de afgelopen dagen. Het weekend even niet. Wij hebben een vliegverbod boven Rotterdam. De Tour de France begint daar. En ja, Goodyear is geen officieel sponsor van de Tour de France. En de veiligheid? Veiligheid ook wel. Er vliegen natuurlijk nogal wat helikopters boven Rotterdam. En ja, natuurlijk een tragisch ongeluk afgelopen zondag. Zal men ook koets en goed willen voorkomen dat er weer zoiets gaat gebeuren. Hoe dichtbij mag u komen bij dat parcours? Wij mogen langs de rondweg vliegen. En de hele binnenstand is het verboden gebied voor de Goodyear Zeppelin. Unforgettable. En door wie is dat verbod om boven de stad te vliegen nou uitgevaardigd? Dat is door de overheid uitgevaardigd. We hebben een brief gehad, ook ondertekend door de KLPD. Dus de politie en overheid. Dus het is echt streng verboden. En de toerdirectie ook nog een rol gespeeld? Er is overleg geweest met de tourdirectie. Zij waren niet ondertekenaars van deze brief, maar uiteraard hebben ze daarin meegespeeld. Wij maken ook wel een beetje gebruik van die Tour de France. En we wisten ook bijvoorbeeld dat we niet echt boven de Tour de France mochten vliegen. Maar we vliegen in de omgeving. De Goodyear Zeppelin is 75 meter lang, dus hij wordt toch wel gezien.